Mijn moeder was een hele energieke vrouw. Heel veel sporten die ze beoefende. Heel erg positief. Dat is een kerngezonde vrouw. Niks meer aan de hand. Niks aan de hand. En ook niet voortekenen of zo, dat we al een aantal weken dachten van nou Rita, ga eens naar de dokter of wat dan ook. Ze was heel sociaal. Ze sportte veel. Ze las veel boeken. Ze werkte 28 uur in de week bij een bedrijf in Lochem, bij Simco. Dus ze was een drukke moeder. Volleybal en tennis in de zomer. Ze hield ook erg van wandelen met de hond en mijn vader. En ja, skiën vroeger op vakantie natuurlijk. Ze deed niet elk jaar, maar ze deed regelmatig met het toneel mee. Ze zou dus vorig jaar voor het eerst weer na een aantal jaren weer meedoen in een rol. En daar was ze ook voor bezig. En toen gebeurde dus 18 februari 's morgens. Trof ik haar aan met een hersenstaminfarct. Ja, 18 februari vorig jaar heeft ze in de nacht een hersenstaminfarct gekregen. En na een week bleek dat ongeveer dat ze geconstateerd is met het locked-in-syndroom. Dat betekent eigenlijk dat je opgesloten bent in je eigen lichaam. Mentaal is ze natuurlijk nog wel gewoon prima bij, maar fysiek kan ze niet veel meer bewegen. Het betekent voor het hele gezin in één keer wennen. Alles moet een nieuwe plaats krijgen in het gezin. De hersenstam is niet helemaal beschadigd, want er zijn bepaalde functies die zijn er nog. En door middel van training is het mogelijk om heel veel dingen terug te laten komen. En daarvoor willen wij eigenlijk via een crowdfunding club iets op gaan richten, een stichting, om Rita naar Amerika te krijgen. Ja, we willen graag bereiken dat ze naar Amerika kan. Daar zit een instituut, Shepherd, in Atlanta. En daar zijn ze erg gespecialiseerd op het locked-in syndroom en de hersenen. We hebben de neurologen in Nederland, de heer Scherder en de heer Eilanden, die hebben ons bijgestaan en die kwamen ook met het Shepherd Instituut in Atlanta. Daar is de kennis op het gebied van hersenstaminfarct groter dan in Nederland op dit moment. Het ligt er een beetje aan hoe snel het kan gaan. Want het is eerst 4 tot 6 weken. En stel we kunnen begin augustus, midden augustus al weg, dan zou eventueel mijn broertje ook mee kunnen. Want nu is het eerst dat mijn vader, mijn moeder en ik meegaan. Ja, er is een hoop geld mee gemoeid om haar naar Atlanta te krijgen. Omdat de therapieën zijn daar heel duur. En dat door middel van een crowdfunding club willen we proberen om zoveel mogelijk geld binnen te krijgen om haar daar naartoe te krijgen.